van je toetsen neer te slaan. Dus, want ING, een bank- en verzekeringsconcern, schat in 2700 arbeidsplaatsen en bedrijven met 1000 vaste banen, gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Vanmorgen zijn alle ING-medewerkers op de hoogte gesteld. Zij zitten dit moment nog volop in de reorganisatie die nodig was door de samenvoeging van Postbank en ING. Bij die operatie verdwijnen 2500 vaste banen. Daar komen door de crisis dus nog 1000 banen bovenop. Het gaat om banen op hoofdkantoor, waar we efficiënter willen worden. Het gaat om banen op afdelingen, gewoon in de operatie, waar volumes gewoon minder zijn geworden door de economische crisis. En we proberen zo op alle punten net iets efficiënter te worden, zodat we in ieder geval de gevolgen van de economie goed om kunnen doen. Bij de verzekeringsstap van ING Nationale Nederlanden verdwijnen 350 banen. Ook daar is net een grote reorganisatie achter de rug. In Australië wordt het spoor van de verwoestingen die bosbranden hebben aangericht steeds zichtbaar. Het dodental staat op 181, maar door de branden is ook veel van de bijzondere flora en fauna verloren gegaan. Miljoenen dieren zijn gestorven in de branden. Deze kakatoe wist maar net aan de vlammen te ontkomen. Net als een aantal koala's, zij werden op tijd bereikt. Honderden dieren, zoals de schapen en runderen, hebben zware brandwonden opgelopen toen ze van het land werden gejaagd door het vuur. Van sommige dieren zijn de oren verbrand door de rook en de hitte die vrijkomt. On his mane and when you see his tail, and also, you know,